Naar wie bent u op zoek? Waar u graag een vriendschap mee wil opbouwen? Nou, een man of een vrouw. Ongeveer van mijn leeftijd. Daarom dat ik graag met u even op pad wil. Pad? Ja. De hemel. Nee, niet. Ja? Oh, dat gaat heel soepel. Ja, dat moet ook. Ja, wat vindt u ervan, zo in de Cadillac? Nou, ik ben het gewend. Oh! In de auto. Maar mijn man toch ook een auto? Maar had hij ook een Cadillac? Nee, geen Cadillac. Maar wat weet ik niet meer. Oh. Een Volvo, nou weet ik het. Maar ja, op laatst kon hij niet rijden, toen nam hij een motor. U heeft een oproepje gedaan. Ik zal niet weten wat. Nee? Nee. U was op zoek naar vriendschap, omdat u zo eenzaam bent. Oh ja, ja, dat is waar wat je daar zegt. Ja. Ja. En daar hebben dus een aantal mensen op gereageerd. Oh ja? En Egmond aan Zee. Die zitten dus te wachten op Egmond, in Egmond aan Zee. Ja. En ze dachten, god, dat is zo'n leuke vrouw, daar zou ik graag een kop koffie mee willen drinken. Ja, van gezicht, maar ze weten ook niet als ze me horen hoe ik ben. Nou, maar je bent toch hartstikke leuk? Ja, zeker weten. Nou dan? Ik ben hier altijd geweest, maar ja, dat is alweer zoveel jaren geleden. Maar wanneer was het dan voor het laatst dat u hier was geweest? Ja, misschien wel 20. Ja, ik hoop dat jij een lief meisje vindt. Ja, dat hoop ik. Ja. Ja, want dat ben je echt waard. Ja, dat meen ik. U laat me een beetje blozen. Hè? Want anders zeg ik het niet. Mag ik ook meerdere vriendinnen? Hè? Mag ik ook meerdere vriendinnen? Ja, natuurlijk. Ga je uitzoeken. Kijk, hier wil ik niet. Maar dat is een bejaardentehuis. Daar wil u niet zitten. Nee hoor. In geen één tehuis wil ik. Hé, hey Jan. Ja? Moet ik alleen een bril meenemen? Geen tas. Wil je een bril meenemen om iets te lezen of om gewoon naar het strand te kijken? Nou, om iets te zien. Waar ik zo benieuwd naar ben. Ja. U bent 50 jaar getrouwd. Ja. Met Jan. Ja. Hoe heeft u Jan ontmoet? Ja, ook ergens in een restaurant. Hier bij Egmond aan Zee? Nee, niet Egmond aan Zee. Dat weet ik niet meer wat voor plaats. Dat is zo lang geleden. En heeft hij u versierd of heeft u hem versierd? Nee, samen met praten. Zo is het gekomen. Waarom werd u verliefd op uw man? Nou, ik vond hem wel leuk. In het begin niet, maar later wel. Hij zei nooit veel. Ik wel, maar hij niet zoveel. Nou, Jan, je kan weer zitten in het zand. Nou, zo snel genoeg hoor. Zo. Zit ik wel zo neer. Heeft het niet koud? Nou ja, warm heb ik het ook niet. Maar het is om uit te houden. Ja? Ja. Geniet er wel een beetje? Of ik geniet? Ja. Waarvan? Nou, ik hoop van wat we nu aan het doen zijn. Niet hiervan hoor. Ja, maar dat is poep. Nou, maar ga jij maar. Hey. U wilt niet met mij mee? Nee hoor, ik ga niet. Zullen we naar ze toe lopen? Ja, moet dat? Nou ja. Natuurlijk, dan ga ik mee. Als u ze wilt ontmoeten natuurlijk. Ja, natuurlijk wil ik ze ontmoeten. Gaat u maar voor. Wat is de eerste indruk? Nou, ze zien er wel leuk uit. Ja? Ja, ja hoor. Ik ga u nu alleen laten. Ja, maar je komt, hè? Je laat me nu alleen. Nee, ik blijf in de buurt. Oké. Okay. Hallo. Ik ben mevrouw Pat. Ik ben Judith. Judith. Okay. Ja, hallo. Ik ben Greet Hietem. Hè? Greet Hietem. Oh, Greet. Zeg maar, Greet is een korte naam. Ja. Dat kan ik makkelijker onthouden. Ja, hè? Ja, dat is makkelijk. Je hebt toch een telefoonnummer? Ja. Nou, ik ga het nog even vragen. Telefoonnummer vraag ik aan Jan. En ik dacht, oh, wat een leuk mens. En ik herkende heel erg wat u vertelde al op de oudere leeftijd contacten met mensen te hebben. Ja. En ik vond u gewoon zo'n leuk mens. Ik denk, daar wil ik een keer een koffie mee drinken. Ja. Het was heel erg leuk. Ja, maar zeker leuk. Mag ik een zoen geven? Ja, zeker. Waarom niet? Moet je nog een snoepje? Lekker. Ik zal het eens even proberen.
Hoe was het? Leuk. Hartstikke leuk, ja. Ja, en ze belt nog wel. Zullen we naar de auto gaan? Ja. Nou,